Dus hier voor mij zit Raymond Mulder, eigenaar van de Tox Bar in Schiermonnikoog. Ja. Kun je wat over jezelf vertellen? Ik ben dus inderdaad Raymond Mulder en ik ben mede-eigenaar van dit bedrijf. Ja. Ik doe het samen met een compagnon. Ik ben zelf 35 jaar oud en ik doe dit nu 6 jaar. En ben daarvoor op dit mooie eiland komen wonen. En daarvoor studeerde ik ook in Groningen. Mm-hmm. En daarom vind ik het erg leuk om aan dit project mee te kunnen werken. Mooi. Je zei het al, op Schiermonnikoog zitten we nu. Ja. Wat is Schiermonnikoog voor jou? Ik ben geboren in Amsterdam, ik ben opgegroeid in Leiden en ik ben Groningen gestudeerd. Ik ben een typisch stadsmens. En met een bedrijf op Schiermonnikoog heb je het ook altijd druk. Maar Schiermonnikoog is, vroeger was de slogan een oase in de Waddenzee en dat is het ook echt. Je loopt 5 minuten bij je werk vandaan en je bent in het paradijs bij wijze van spreken. Dat is Schiermonnikoog voor mij. Ja. En Schiermonnikoog is natuurlijk een van de Waddeneilanden van Nederland. Ja. Wat maakt Schiermonnikoog en de bewoners van Schiermonnikoog uniek vergeleken met die andere Waddeneilanden? Nou, het is grappig. Vorige week was het Waddentoernooi. Dat is 1 keer per jaar. Dan gaan we met alle Waddeneilanden, met alle sporten op één eiland tegen elkaar sporten. En dan merk je dat het eilander zijn, dat is iets dat zit in al die eilanden. Dus in die zin zijn we heel erg gelijk. En ook in de marketing proberen we altijd net die onderscheidende punten per eiland te bepalen. Maar dat zit er volgens mij vooral in het gevoel wat je bij het eiland hebt. Als andere eilanden zeggen we altijd heel denigrerend over Texel. Texel is geen eiland, zijn ze alleen vergeten een brug te bouwen. He, daar heb je Albert Heijn en een Renault garage en de Intratuin en noem het allemaal maar. Ze hebben rotondes en stoplichten, doet niet mee. Maar als je dat tegen Tesla zegt, ja, die zegt nee joh, dat is mijn eiland. En dat is, we hebben een familiehuis hier op het eiland, dus vanaf mijn nulde kom ik op het eiland. En dat geldt ook voor mijn vader en ook voor mijn opa. Dus ik ben ermee opgegroeid en dan zit je echt heel erg in dat Schiermonnikoog. En verder, ja, wij zijn natuurlijk de kleinste. Wij zijn heel erg op Groningen gericht, dat is waar de andere eilanden echt wel heel Fries zijn. En Texel natuurlijk gewoon Noord-Holland. Maar van Schier zegt ze bijvoorbeeld wel dat het klein Terschelling is. En toen ik daar vorige week een beetje rond fietste, ja, dan klopt dat wel. Alleen ja, je hebt daar niet de klik die je met andere eilanden wel hebt. In mijn geval van Schier. Hey. En dit project gaat dus onder andere over duurzaamheid en klimaatverandering. Ja. Nu is het natuurlijk zo dat klimaatverandering verschillende effecten kan hebben op verschillende manieren, op verschillende plekken. Wat denk jij dat het grootste effect voor Schiermonnikoog kan zijn van de klimaatverandering? Het stond vorige week op nu.nl. Wij zijn gedoemd te verzuipen binnen 2 generaties. Oké, oh, dat is redelijk goed. Nou ja, dat is natuurlijk een doemscenario. Maar de stijgende zeespiegel heeft wel echt zijn invloed op het hele Waddengebied. Want de kans bestaat dat dat unieke van de droogvallende Wad, dat daadwerkelijk verdwijnt met de zeespiegelstijging. De leefbaarheid van het eiland dat volhoudt. Het is natuurlijk afhankelijk van hoe hard alles stijgt en dat er bijverschijnselen zitten. Ja. Maar ja, in de categorie heel groot is dat natuurlijk het lange termijn doemscenario. Ja. Heel klein, wij moeten binnen 2 jaar met alle Waddeneilanden zelfvoorzienend zijn qua energie. En dan kan je heel flauw, zoals nu gebeurt, 25 mensen hier boven het eiland allerlei windparken neerzetten, daar een paar van die turbines kopen en zeggen oké, dat is van ons. Maar dat is natuurlijk niet de daadwerkelijke doelstelling. En volgens mij komt geen van de eilanden in de buurt van die zelfvoorzienendheid. En dat is op korte termijn een wat kleinere uitdaging. Ja, die uitdaging is natuurlijk niet heel noodzakelijk als je het puur op de korte termijn bekijkt. Ja, en het effect wat die klimaatverandering, dus wat je net allemaal zegt, dat zijn dus grote gevolgen voor de toekomst. Hoe zou je dan Schiermonnikoog voor je zien in 2050? In ons ondernemersplan wordt verwezen naar een artikel waar staat 2050 de Wadden, het Ibiza van Europa. Dus ik ga ervan uit dat in 2050 dit pand eens zoveel waard is. En ik elke dag naar het strand ga
Maar ja, dat is het positieve scenario op lange termijn. Maar dat is het positieve scenario, maar denk je ook een negatief scenario dan? Aangezien je het drukt als positief. Ja, maar dat... Denk ik, zoals de meeste mensen, tenzij je er echt mee bezig gaat, denk je daar alleen zijdelings over na. Want het leven is te makkelijk zonder erover na te denken. Ik denk dat uiteindelijk overal weer een oplossing voor komt. Zeker in Nederland, die altijd al dit soort uitdagingen hebben moeten ondergaan. En daar meestal ook het innovatiefste in zijn. Dus ik zie het wel redelijk positief in. Maar dat een non-stop verandering vereist, ja, dat is wel helder. En hoe zou je die verandering voor je zien? Ik koppel het steeds een beetje terug naar het bedrijf. Mm-hmm. Maar toen, kijk, wij hebben dit helemaal leeggeslagen en opnieuw ingericht. En toen we daarmee bezig gingen, toen hebben we wel dingen uitgezocht zoals... je hebt in Rotterdam een discotheek waar de dansvloer energie opwekt. Dus als er mensen op bewegen, dan brengt dat energie voor de installatie. We hebben een immens plat dak en ons toilet spoelt gewoon nog door met schoon drinkwater. Dat soort dingen zijn gewoon in kost-baten-analyse, was dat voor ons niet interessant op dat moment. Hetzelfde met zonnecollectoren. Datzelfde platte dak kan natuurlijk helemaal rammend vol met zonnecollectoren. Is terugverdienmodel is 30 jaar. Dus 30 jaar is voor ons als startende ondernemer te onzeker. Laat dan maar. Maar ja, het feit dat je er steeds over nadenkt en dat je er dus over moet nadenken, ja, dat geeft al aan dat je er mee bezig bent, maar dat de druk er nog niet is om er echt mee bezig te moeten zijn. En dat is omdat je gewoon op te korte termijn denkt, gewoon als maatschappij. Ja, als maatschappij. Dus ja. Wat denk je hoe mensen op het eiland zelf er nog aan zou kunnen bijdragen, mocht zij dat in zich wel krijgen? Zou je daar een manier voor weten? Ja, in sommige dingen is het heel simpel. De gemeente zou zo'n stuk terrein aan kunnen wijzen, wat ze op Ameland bijvoorbeeld hebben gedaan, om een zonnecollectorenweide te maken. Als wij twee windmolens op de steiger neerzetten, is het eiland zelfvoorzienend. Alleen vanuit het toeristisch product Schiermonnikoog Koog en volgens mij ook vanuit de Natura 2000 zijn mensen niet geneigd om die twee windmolens daar neer te zetten. En dat is weer hetzelfde verhaal met die noodzaak. Maar je merkt wel dat er steeds meer mensen zijn die zich daarmee bezig houden. En waar dat eerst allemaal een beetje de zweverige mensen waren waar je niks mee te maken wilde hebben. Daar wordt dat gewoon een steeds serieuzere groep en terecht. Ja, dus het initiatief lag eerst een beetje, of de mensen die het initiatief ervoor namen, die werden een beetje gezien als gek. Of als... Ja, maar niet alleen hier, gewoon überhaupt. Ik wil niet te veel in herhaling vervallen, maar dat komt omdat gewoon de bewuste mensen die zich daar zorgen over maken, die denken wel over een 100 jaar planning. Met mensen die gewoon heel tevreden zijn met de carpe diem, we zien het wel. Het initiatief heeft nu tot nu toe steeds bij die mensen gelegen. Zou jij denken dat het initiatief misschien ook nog ergens anders zou moeten worden gelegd? Ik denk dat markt dat voor een heel groot gedeelte oplost. Dus wij zijn bijvoorbeeld overgestapt met Green Choice, met energieleverancier. Dat is enerzijds mooi omdat die gewoon echt goed werk doen op het gebied van groene energie. Maar zij hebben ook door in coöperaties te gaan zitten, en hier op het eiland heb je een energiecoöperatie, die biedt ons zulke voordelen financieel aan. Doordat het financieel aantrekkelijk is, heb je ook de neiging om dat groene een beetje extra te sponsoren. Want dat werkt dan soms zo. Zelfs met de flessen water die we hier verkopen. Dat is dat Earth Water, ik weet niet of je het kent. Maar de volledige winst gaat naar projecten in Afrika en Azië. En wij verkopen gewoon nog steeds water, wat voor bedrijfseconomisch nog steeds interessant is. En dat zie je natuurlijk steeds meer.
Tesla's, noem maar. Het is echt, het wordt ook een verdienmodel. Yeah. En als bewustzijn een verdienmodel wordt met ook nog de geneugten van het leven erbij, als je bijvoorbeeld zo'n Tesla hebt bijvoorbeeld, ja, dan wordt het natuurlijk mooi. En dan krijg je dus ook gewoon de massa die gaat meedenken in dat verhaal. Ja. Dus je hebt zojuist mogelijkheden genoemd in duurzaamheid, ja, in de opties. Merk jij ook eventuele belemmeringen in het duurzaam willen werken, maar dat soms niet lukt? Om maar weer de link te leggen met ons bedrijf. Wij willen graag dit soort dingen doen als Earth Water, Green Choice en noem het allemaal maar. Maar uiteindelijk zijn wij ook een ETVP voor studenten waar wij vlees van 10 euro verkopen met friet en salade. Dus een volledige maaltijd voor 10 euro. En vis voor 11 euro, volledige maaltijd. En dan zijn er wel eens mensen die vragen, als zij 200 gram vis op hun bord krijgen, is dit, weet ik veel, MSC-keurmerk of noem het allemaal maar. Ja, doe niet zo vreselijk genadig. Als je voor 11 euro een maaltijd wil eten met 200 gram vis, dan is dat ja, foute vis bij wijze van spreken. Maar ja, dat is dezelfde plofkip bij Albert Heijn. En dat is wel een belemmering. Je wil natuurlijk wel bij je formule blijven. Je wil wel, zolang de Tesla's nog niet voor iedereen bereikbaar zijn, in een hele dikke, vervuilende diesel rijden. Ja. Dat, ja. Dus, de balans tussen bewustzijn en luxe is absoluut een belemmering. Ja, een doelstelling. Als er nou één ding zou zijn wat jij zou kunnen veranderen, ongeacht jouw mogelijkheden nu, stel dat je alle mogelijkheden zou hebben, wat zou je dan veranderen om duurzamer te kunnen werken? Voor mijzelf? Of voor het bedrijf, maatschappij, hoe moet je dat? Laten we beginnen bij jezelf. Nou, één ding. Mag ook meerdere dingen? Ja, nee, maar je zit er eventjes over te denken. En één ding, dan zou het denk ik meer zijn, maar een druk op de knop, dat bewustzijn, dat vaker in je handelen zit. Ja. Maar dat is wel een beetje een idyllische gedachte. Ja. Mensen meer bewust maken. Dat hebben we zelf dan, hè? Ik ben er ook maar gewoon van tijd tot tijd mee bezig als het me toevallig past. Ja, precies. Ja, dat is natuurlijk, voor de lange termijn is dat niet goed. Eigenlijk zou je er veel vaker mee bezig zijn. Juist om daar ook voor jezelf initiatief in te blijven. Ja, en kijk, als je met één druk op de knop het stijgen van de zeespiegel zou kunnen stoppen, dat, ja. Dat, maar dit zijn ook mooie ideaalbeelden. Zou het mooiste zijn. Ja, precies. Maar nee, ik vind het moeilijk om om hier een zinnig antwoord op te geven. Ja, dat is heel logisch. Dat ik niet zomaar even vraag. Ja, precies. Ja, nee, goed gelijk. Dan vroeg ik me nog af, je hebt hier natuurlijk op het eiland heel veel te maken met toerisme. Ja. Nu zei je net al, ja, toeristen komen hier vooral studenten voor een goedkope hap bijvoorbeeld. En het is niet te duur. Zie jij ook een mogelijkheid waarin toerisme en duurzaamheid toch samen zou kunnen werken? En dat het beide belangrijk is? Ik denk dat, maar dat is echt puur een aanname. Ik denk dat onze gasten, misschien ook al, vanuit de doelgroep bewuster zijn van hoe mooi het hier is en wat hoe belangrijk duurzaamheid daarbij is en wat je daar eventueel voor offers zou moeten brengen. Het verhaal wat ik vertelde over die windmolen, ik denk dat onze gasten minder bezwaar tegen hebben als je hier twee windmolens neerzet en denkt van ja, oké, ze zijn hier wel prima bezig dan de eilanden zelf. Ja, wij hebben ons eigen stukje te beschermen, zeg maar. En we zitten natuurlijk
van oudsher een beetje in de linkse hoogopgeleide hoek qua vaste gasten. Ja, dat is wel typisch de doelgroep die er veel mee bezig is. Ja. En we hebben hier hele heisa gehad over een mestvergister. Ja, uiteindelijk is die er niet gekomen. Ik denk dat het grootste deel van ons toeristen zou zeggen van ja, oké, omwille van die zelfvoorzienendheid en de duurzaamheid op de lange termijn, ga alsjeblieft te gang. Ik hoor regelmatig mensen van, we hebben nu een of andere hyper Batmobiel waar de post mee rondgerold wordt. Ook een elektrisch ding. En dan hoor ik gewoon toeristen zeggen, die kijken, dat doen ze ook wel elektrisch. En die bus werkt vanmorgen, dat was ook wel elektrisch. Die mensen zijn er veel meer mee bezig dan wij zelf. Wij denken alleen maar, oké, het is mooie elektrische bussen, maar er kan maar de helft in van die vervuilende diesels die we hiervoor hadden. En bovendien zijn deze nog een stuk zwaarder, dus je voelt ook nog als je zoals kop zit te drinken in de woonkamer. Ja, dus ik denk dat toeristen eerder kansen bieden op het gebied dan dat ze ons in de weg zitten. Dus toeristen zouden het in principe niet erg zien om veranderingen te zien omwille duurzaamheid. Het zijn werelderfgoed, we zijn nationaal park, het zijn allemaal stempels die juist met het mooie natuur te maken hebben. En dat is natuurlijk één op één verbonden met duurzaamheid. De mensen komen ervoor. Ja. Nu is er ook weer Fairtrade gemeente. Dat zijn allemaal stempels die in de hoek zitten waar mensen de duurzaamheid ook heel bewust beleven. Nee, ik zie het. Ik kan iets hetzelfde wat ik eerder ook al zei, zou het volgens mij kunnen vermarkten. Ja. En zijn er dan naast de veranderingen die nodig zijn voor duurzaamheid, zijn er ook dingen die je absoluut niet zou willen veranderen aan het eiland? Die je graag zou willen behouden? Ja, je moet heel erg je identiteit bewaken. De zonnepanelen zijn in de regel lelijk. Dus als jij hier het hele beschermd dorpsgezicht volgt gooien met zonnepanelen, ja, dan wordt het geen fraai plaatje. Dus dat moet je niet willen. Maar goed, zet het ergens in een weiland en een bushaakje eromheen, dan is er niemand last van. Maar ja, volgens mij is het niet zo erg om offers te brengen, maar alles is in balans. Hier. Ook mooi. Ja. Mooi intermezzootje. Top. Nou, eigenlijk waren dit ook al mijn vragen, dus het is een perfecte afsluiting. Ja, even weer mellow. Ja. Dankjewel voor dit video. Ja, heel graag gedaan.